Laten we bidden en laten we de Heilige Geest uitnodigen. Het is Pinksteren. En het oudste gebed van de kerk zegt simpelweg: Veni Creator Spiritus, kom Schepper Geest. Het is het oudste gebed van de kerk, waarin we de Heilige Geest uitnodigen. Weet je, sommigen beleven ons geloof vooral als iets van vroeger, van de verhalen van Mozes en Jozef. En toen gebeurde er iets heel bijzonders en toen deed God wonderen. En weer anderen, en dat is waar, en weer anderen kijken heel erg vooruit en zeggen: als Jezus terugkomt, dan, weet je, dan wordt het al goed. En dat is ook waar. Alle twee is waar, want God is de God van het verleden en God is de God van de toekomst. Maar God is ook de God van hier en nu. En juist de Heilige Geest wil ons in het hier en nu iets van die goedheid van God ons laten proeven. Hij wil ons hier zegenen met Gods aanwezigheid. Hij wil ons hart vervullen. Hij wil ons bemoedigen, wil ons genezen, wil ons herstellen en wil ons gebruiken om hoop in deze wereld te zijn. Laten we de Heilige Geest uitnodigen. Kom, Schepper Geest. Heilige Geest, kom, we nodigen u uit. Los van hoe we ons voelen, hoe we hier ook zitten. Op dit moment, als we zo uw woord openslaan, spreek tot ons hart. Breng ons bij het hart van God de Vader. Heilige Geest, geef ons zicht op wie Jezus is. En laten we iets ontdekken wat we misschien nog niet ontdekt hadden voordat we hierheen kwamen. Dank dat u hier bent. Kom, Schepper, Geest, vervul ons hart. Amen. Hey, we gaan lezen met elkaar zometeen. Oh, wacht even. Wie ben ik vergeten? Nee, ik niet. Ferry. Is Ferry vergeten? Ja, krijg ik de schuld dat Ferry de collecte vergeten is. Dat is helemaal mooi. Ik hoor dat Ferry de collecte vergeten is. Oh, dat is heel erg. Had ik moeten dragen, hè, die schuld. Dat had ik echt op Jezus geleken. Geef mij de schuld maar, dat is goed. Ik ben de collecte vergeten. Dat is goed. Ferry zou de collecte aankondigen voor dat nieuwe lied wat Theo aanzong. En dan zou de collecte rondgaan. En Frits is onze penningmeester. En die denkt, ja, dat gaan we niet gebeuren. Dat ik dat geld misloop. Dus weet je wat we doen? Ik vind het prima als we gewoon nu doen. Gewoon tijdens de preek. Ik heb er geen last van. Maar dan weet je dat het voorbij komt als een deel van onze aanbidding. Ondertussen komt de collecte voorbij. Geef vrijmoedig. God is de God die zichzelf vrijmoedig geeft. Wel. Hey, we gaan, zoals ik al zei, we gaan zo meteen avondmaal vieren. En het zal je verbazen hoe het onderwerp avondmaal zo past bij Pinksteren. Pinksteren is het feest. Weet je, Jezus, hij stierf van een kruis. We hebben het gevierd met Goede Vrijdag. Maar op de derde dag stond hij op uit de dood. We geloven dat. Dat Jezus leeft. En daarna heeft hij zich een paar keer laten zien aan zijn jongens, aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen, aan mannen en vrouwen. En hij zegt, hey, ik leef, voel maar, kijk maar. Praat, en hij praat maar met me. En hij praatte met hen. En er was zo'n gesprek. En toen zei Jezus in die 40 dagen voordat hij ten hemel voer. Met hemelvaart, dat hebben we vorige week donderdag. Was hemelvaartsdag. Dan zei Jezus, dit is wat ik wil. Ik wil dat jullie in Jeruzalem wachten op de Heilige Geest. Ik wil dat jullie wachten. En terwijl Jezus ten hemel voer. En daar ongetwijfeld onthaald werd door de hemel met luid applaus. Omdat ze zo trots zijn op wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Maar hij zei, ik zal ten hemel varen. Maar daarna zal ik de Vader vragen of hij zijn belofte inlost. En de belofte is de Heilige Geest. En dan gebeurt het dat die jongens bij elkaar zijn, de discipelen zijn bij elkaar, mannen en vrouwen, de leerlingen van Jezus. Hoeveel, we weten het niet precies. Maar ze zijn samen in de bovenkamer, in gebed, afwachtende. En dan gebeurt het met Pinksteren, 50ste dag na Pesach, een Joods feest. En Jeruzalem is weer vol gestroomd met allerlei mensen. Dan gebeurt het dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dat vuur, wat altijd in de tempel brandde, in het Heilige der Heiligen, afgeschermd in een doosje, wordt als het ware uit het doosje gehaald. De tempel voorhangsel was al gescheurd. Toen Jezus stierf, de weg is open naar de Vader. Maar het is ook andersom. De weg is open voor de Vader, ook naar ons. Zeg maar, dat vuur wat opgesloten zat in het Heilige, de Heilige in de tempel. Dat vuur komt op de discipelen. En zij dragen letterlijk het vuur van God op hun hoofd als een teken dat de Heilige Geest ze vervuld heeft. En dan, jongens, dan wordt Pinksterfeest een feest van moed. Dan wordt
Pinksterfeest een feest van een nieuw begin. Want dan wordt de kerk van Jezus Christus geboren. We vieren vandaag een verjaardag van de kerk van Jezus. Want daar wordt de kerk geboren. Gewone mannen en vrouwen, jongens en meisjes, Joden en niet-Joden, zonder aanzien des persoons, worden 2000 jaar geleden mensen vervuld met de Heilige Geest. Zij worden de kerk van Jezus Christus, de hoop van de wereld. En zij zijn als het ware het brood wat God breekt en geeft aan de wereld. En zegt, hey wereld, neemt en eet, want dit is mijn lichaam. Het lichaam van Jezus Christus, de kerk in deze wereld. Het lichaam van Jezus Christus. Opnieuw spreken we vandaag over dat brood. Dat brood wat Jezus nam in de nacht dat hij werd gearresteerd. En toen nam hij dat brood en toen brak hij het. Hij nam het, hij brak het, maar voordat hij het brak, zegende hij het. En daarna deelde hij het uit. Hij gaf het. En dat is beeld ook vandaag. Niet alleen van het lichaam van Jezus Christus toen, wat stierf van een kruis. Maar ook het teken, dat is ook het lichaam nu hier, het lichaam van Jezus. God neemt ons. God zegent ons met zijn geest. Hij breekt ons als brood voor de volken. Als voeding, als voedsel. Een lichaam. We zijn een lichaam van genade. Een lichaam van vergeving. Een lichaam van genezing. We zijn een lichaam van Gods goedheid. En wij zijn brood voor deze wereld. Dat is Pinksteren. Dat we niet voor onszelf bestaan. Dat de kerk niet voor haarzelf bestaat. En zegt, we sluiten onszelf op zondag. Want wij gaan een keer naar de hemel. En dan gaan we nu al eens over verkneukelen. Nee. Wij bestaan niet voor onszelf. De kerk bestaat voor de wereld in nood. En in onze gebrokenheid zijn wij toch Gods aanwezigheid in deze wereld. God is in deze wereld. Kijk maar, brood en wijn. Juist die woorden gaan we vandaag met elkaar bespreken. En de woorden verkozen, gezegend, gebroken en gegeven. Elke keer als Jezus een brood nam in de Bijbel, zien we die woorden. Jezus nam een brood. Hij zegende het. Hij brak het en hij gaf het. Bij de wonderbare aanspijziging. 5 broodjes, 2 visjes en 5000 mensen werden erdoor gezegend. Weet je wat Jezus deed? Hij nam een brood. Hij zegende het, hij brak het en hij deelde het uit. Bij de Emmausgangers, de 2 die vanuit Jeruzalem op weg naar hun huis in verwarring, omdat Jezus was gestorven en ze dachten toch dat hij de verlosser was. Hoe moest het verhaal nu aflopen? Plotseling loopt er een man bij hen die zegt met jullie, snappen jullie dan niet wat de Bijbel over Jezus? En dan gaat hij het uitleggen en dan komt hij in het huis van de Emmausgangers en dan wat hij doet, hij neemt het brood, hij zegent het, hij breekt het en hij deelt het uit. Elke keer die 4 woorden. En juist die 4 woorden zijn voor ons vandaag de rode draad. In dit verhaal. En ik had het zelf nooit ontdekt, maar deze 4 woorden van Henry Nouwen. Ik zag ooit een preek van Henry, hier zie je hem. Dat is een Rooms-Katholieke priester, die hier een prachtige prekenserie over heeft gehouden, over dit onderwerp. En dus als je iets terug hoort, dan denk je, hey, dat heeft Kees niet van zichzelf, dat heeft hij van die Nouwen. Dat klopt. Dus eerder wie eerder toekomt, beter goed gejat en slecht bedacht. Dus dus zo werkt het nou eenmaal. Ik kan het niet uitschakelen. Ik heb het gehoord en het zit in mijn systeem. En dus als je denkt, hey, ik hoor iets van Henry Nouwen hierin. Zeker. En ik schaam me daar niet voor. Hey, maar laten we eens kijken naar die 4 woorden. Dat God ons neemt, dat God ons zegent, dat God ons breekt en dat God ons uitdeelt. Laten we eens kijken naar die 4 woorden. 1, God neemt ons. En dan gaan we lezen uit Efeze 1. Efeze 1, vers 4 tot en met 6. God neemt ons. Beter gezegd, hij verkiest ons. Of anders gezegd, hij aanvaardt ons. Dit is wat Efeze 1, vers 4 tot 6 zegt. En wat mij betreft, zeker een van mijn favoriete gedeelten uit de Bijbel. In Christus, immers, leest me mee ook op het scherm. In Christus, immers, heeft God, die voordat de wereld gegrondvest werd, ons voor liefde uitgekozen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Dit is een zin uit de langste zin in het Nieuwe Testament. Dat is 1 groot lofzin, een loflied van Paulus over de genade en de goedheid en de grootheid van God. En alle cadeaus die wij in Christus ontvangen. Eigenlijk is het een loflied.
En eigenlijk moet je het ook niet lezen zo, in Christus immers heeft God. Nee, eigenlijk moet je het enthousiasme waarmee Paulus dit schreef, en we weten niet precies hoe enthousiast hij was, maar ik denk dat hij heel enthousiast was. Hij had een secretaris, iemand schreef namen en hij dicteerde. Ik denk dat hij daar, man, hij liep daar rond en hij noemde dit allemaal op. In Christus, immers heeft God nog voor de wereld gegrondvest werd, nog voordat de wereld er was, heeft hij ons vol liefde uitgekozen. Dat is wat Jezus, dat is onze God, hij die ons vol liefde uitkiest in Christus. En om voor hem heilig en zuiver te zijn en zijn enthousiasme neemt toe, boah, het komt hem uit zijn oren. Zo moet je dit lezen. Paulus, zijn hart overflows. Het is een overstroming van woorden. Het gaat maar door. Dit gedeelte is veel langer. Wat we allemaal in Christus ontvangen. En het eerste wat hij zegt is, God houdt van ons in Christus. Met andere woorden, Gods liefde is voor iedereen. Voor iedereen. Maar ze is niet los verkrijgbaar van Christus. God houdt van je. Maar in het aanvaarden van Christus ontvang je ook daadwerkelijk Gods liefde in je leven. Wordt het deel van je bestaan. In Christus Jezus, zegt de Bijbel, naar zijn wil en verlangen. Nog zo'n woord wat er staat. Moet je kijken in die derde regel. Het was naar zijn wil en verlangen. Hey, dat betekent dat God niet voor ons kiest met tegenzin. Het is niet van, nou, moe maar. Ja, oké, moe maar, weet je. Zo werd ik vaak gekozen bij gym. Ja. Wat het van die jongens die mochten kiezen. Dat waren van die studenten, van die sportieve jongetjes. En die gingen heel snel in hun keuze. Hè? Want ze wisten al, als je mag kiezen, als je vooraan komt. Als je mag kiezen van de meester. Hè, dan weet je al wie als eerste gaat roepen. Weet je al. En dat was nooit ik. Maar dus, dan riepen ze die. En dan riep die ander, die had ik gewild. Maar doe dan maar die. Weet je, dan die, dan die. En dan ging het in het tempo, jongen. Die. En dan gaat het steeds langzamer, weet je dat? En op een gegeven moment zitten er nog twee. Nico en Kees. En dan gaan ze onderhandelen. Ja? Dan zeggen ze, dat gaat meestal zo. Neem jij Nico? Maar neem ik Kees wel. Ja, goed, zo, weet je, zo. Onderhandeling. Maar zo kiest God niet voor mij. God heeft niet zitten onderhandelen, nou dan doe ik Kees wel. Nee, Paulus zegt nog voor de grondlegging der wereld, nog voor de wereld werd geschapen, had hij zijn keuze al gemaakt en het was zijn wil, het was zijn verlangen. Hey kerk, durf je dat te laten staan ook voor jouw leven, dat God zo van je houdt, dat hij zegt, ik wil het, ik wil jou, ik verlang naar je. Het is geen moedje, het wordt me niet opgedrongen. Niet dat een engel bij God op de rug de arm twist en zegt, hou van ze, oké. Nee, het was nog voor de grondlegging der wereld. Voordat het misging. Voordat er in jouw leven ook maar iets gezegd of gebeurd of gedaan was. Hield God van je. Hij houdt van je. Hier vandaag, wil je dat geloven? Dat God van je houdt, zo van je houdt. Hij verlangt naar je. Hij wil je. En ik weet dat sommige mensen je misschien ongewild voelen. Misschien voel je je zelfs ongewenst. Misschien hebben zelfs ouders dat over je leven uitgesproken. Waarom ben je hier? Of je bent me tot last. Of je was onbedoeld. Maar je bent niet onbedoeld. Zelfs als jij een vrucht bent vanuit misbruik. Houdt God van je? Heeft hij jou bedoeld? Hij heeft jou gewild. Hij is gek op je. Het is zijn wil en zijn verlangen. Dat geeft ons leven waarde. En in Christus, zegt Paulus dan, heeft hij ons vol liefde uitgekozen. Hij heeft ons dus genomen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Oh, wat kan je soms onheilig voelen, hè? En wat kan je soms zo onzuiver voelen, onzuivere motieven. En dingen die je gedaan hebt waar je door zo vies voelt of onheilig voelt. Waar je zegt, oh, wat ben ik toch? En dan praten we onszelf omlaag. Dan vernederen we onszelf. Dan verlagen we onszelf. We spreken soms woorden over onszelf uit. Waarmee we eigenlijk zeggen, ik geloof niet in mezelf. Ik mag er niet zijn. Maar hij heeft
bedoelt dat wij naar zijn wil en verlangen, het is allemaal zijn wil en verlangen, om in hem heilig en zuiver te zijn. Jongens, en dat is niet een heiligheid en zuiverheid wat we nog ergens in een hoekje hadden liggen, nog van vroeger, en dat we dan oppoetsen en zeggen, Heer, kijk eens, ik maak maar wat van mijn leven, ik ben een beetje religieus, ik ga af en toe naar de kerk, ik lees de Bijbel, ik bid, en dan voelen we ons daden wat beter, en zeggen we, Heer, ik poets mezelf een beetje op, ik doe mijn mooiste kleren aan, ik doe mijn best om het christelijke leventje te leven, en het gaat meestal goed, en dan voelen we ons ook goed. Dat is niet het leven wat God voor ons bedoelt. Hij heeft bedoeld dat wij heilig en zuiver zijn. En dat is niet heiligheid en zuiverheid wat we zelf meebrengen, maar wat wij in Christus als cadeau ontvangen. It's a gift, mensen. Het is een cadeau. God geeft ons zijn heiligheid. Hij zegt als het ware, hey, wees heilig, want ik ben heilig. Ik geef het je. In Christus. Het is een cadeau naar zijn wil en verlangen. Het is zijn wil en verlangen om ons heel te maken. Te weten dat we mogen weten dat we geliefd zijn in hem. In Christus heilig. En man, we zijn nog niet eens klaar, want we hebben het nog niet eens gehad over vers, dat vierde regeltje wat daar staat. Om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Kinderen, geliefde kinderen, hoor je dat vandaag? Wist je dat je een zoon, een geliefde zoon of dochter bent van de schepper van hemel en aarde, die al voor je hield nog voordat de wereld geschapen werd? Wil je dat geloven? Dat hij ons zijn kinderen noemt. En we zijn het ook, zegt Johannes in zijn brief. We worden Gods kinderen genoemd en we zijn het ook. Geliefde kinderen. God kiest jou als zijn geliefde zoon. God kiest jou als zijn geliefde dochter. En dat is wie jij bent. Je bent zijn geliefde zoon of dochter. En de kern in mijn leven, de kern van mijn bestaan is dat te ontdekken. En dat dat de bron van mijn vreugde wordt. Dat dat hetgeen is waar ik uit leef. Dat ik zo naar deze gebroken wereld kan kijken. Dat ik zo naar anderen mag kijken. Dat ik zo anderen mag ontdekken als ook geliefde zoons en dochters. Want wat het grappige is bij verkiezingen, hè? We hebben het woord verkozen heb ik gebruikt. Maar als je aan verkiezingen denkt, er wint er vaak maar eentje de Grammy. Eentje wint die award. Eentje wint de Edison. Eentje wordt president. Er zijn verkiezingen. Wie wordt de grootste partij? En dan wordt de één gekozen in plaats van de andere. Maar zo gaat het niet bij de verkiezing van God. Als jij ontdekt dat je door God verkozen bent, dan herken je juist in al die mensen om je heen, je buurman, je vriend, die zwerver, je collega, dan herken je het, dan zie je het ook aan hun. Jij bent ook gekozen. Ik zie het, ik weet het, ik ontdek het. Hoe dan? Ik ben verkozen, nu weet ik het. God heeft voor mij gekozen. En nu weet ik dat hij dus ook voor jou kiest. En voor jou kiest. En voor jou kiest. Kunnen we zo naar deze wereld kijken. Dat God ons kiest. Dat hij zo van ons houdt. Dat niet een verkiezing is ten koste van de anderen. Maar dat we in elkaar dat herkennen. God houdt ook van jou. Want ik weet dat hij van mij houdt. Hoe gaaf zou het zijn als we daar leren uit te leven? Ik vind dat lastig, kan je zeggen. Ik vind dat heel lastig. Ik stond in de eerste preek, vooral hier, want ik had een vlek op mijn shirt. Ik durfde niet te lopen in de eerste preek. Vet vlek, ook dat nog eens. Tuurlijk. Maar dat niet alleen, ik vond dat de preek niet lekker ging. Ik vond niet goed gaan. Dus niks gemist in de eerste preek. Maar ik merkte ook in de band, had een paar dingetjes fout. Ze hadden wel geoefend, maar ze hadden heel veel liederen. En op een gegeven moment zaten we daar elkaar met een beetje gewoon te treuren. Elkaar op een beetje, ja, dat, weet je. En dan voel je dat je waarde eigenlijk ligt in je eigen resultaat. Herken je dat? Of ben ik alleen daarin? Nee, hè? En de band voelde net, oh, ons resultaat was niet wat het was. En dan komt misschien zelfs iemand met wat kritiek. Ja, het ging niet zo goed, hè? En dan denk je, oh, ik ben wat die ander zegt dat ik ben. En als het dan kritiek is, oh, wat kunnen we ons dan onder de maat voelen? Of ik ben wat ik heb. Weet je, of ik ben wat ik doe. En als ik het goed doe, oh, dan voel ik me beter en oh, dan voel ik me meer waardevol. Maar dat zijn eigenlijk leugens. Dat is niet waar. We zijn niet wat we hebben. We zijn niet wat we doen. En we zijn ook niet wat anderen over ons zeggen dat we zijn. Weet je wie wij zijn? Wij zijn wie hij zegt dat wij zijn. En wij zijn zijn geliefde zoons en dochters. We zijn heilig en aanvaard. We zijn door hem kinderen van God. Dat is wie we zijn.
En als dat de bron van ons leven wordt, dan verandert er iets. Oh, ik vond gisteren die Bishop Curry, heeft het gezien of niet? Van een prediker, hè? Die moeten we hier hebben een keer. Ja, dacht ik ook, ja. Ja, ik heb zijn gegevens niet, maar anders. Maar van een kerel, hij zegt, hey, we can change the world, was zijn boodschap. We kunnen de wereld veranderen. We can make an old world a new world. De boodschap van Jezus, zie, ik maak alle dingen nieuw. Als we leren liefde hebben. Als we leren te leven vanuit die liefde. De wereld kan gewonnen worden, want de liefde overwint. Het is niet het einde. Het lichaam van Christus. We hebben zijn liefde ontdekt. Oh, als we daaruit leven. Weet je, Henry Nouwen zegt, weet je, het leven is als een lijn. Ik ben in 1972 geboren. En ik weet niet wanneer ik zal sterven. 2040? Misschien niet. Misschien later, eerder. Ik weet het niet. We hebben geen idee. Toen Henry Nouwen deze woorden sprak, overleed hij binnen een jaar of zo. Dus ik heb ook niet. Leef ik nog een jaar? Leef ik 10 jaar? Maar er is een chronologische lijn. En Jezus weet wanneer het einde is. En daartussen, die lijn, hè, soms voel ik me erboven, soms voel ik me eronder. En ik voel me er vaak onder als mensen slecht over me spreken. En dan geloof ik dat ik ben wat zij zeggen. En soms leef ik eronder omdat ik het niet heb. Ik ben niet gezond. Ik heb de gezondheid niet. Ik heb de relatie niet. Dingen gaan mis. En vul maar in, wat leven we vaak boven de lijn. En we trachten zo boven die lijn te leven. En dan zijn we weer even blij als we wel vakantie hebben. Of we zijn blij als we gezond zijn. Of we zijn blij als het goed gaat in onze relaties. En we denken dat we zijn wat we doen. We denken dat we zijn wat we hebben. En we denken dat we zijn wat de anderen over ons zeggen. En dan leven we dat leven van elke keer weer vallen, opstaan. Proberen boven die lijn te lopen. Weet je hoe Henry Nouwen dat noemt? Overleven. Op ons tandvlees proberen we te overleven. Maar wat als wij gaan leven vanuit de keuze. Dat God zegt, ik keus voor jou naar mijn wil en verlangen. Dat is wat ik voor je wil. Dat is wat ik doe. Ik hou van je. Ik maak je heilig. Ik maak je zuiver. Ik noem je mijn kind. Mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. Ik hou van je. Amen. Wat zou er met deze wereld, wat zou er met mijn gezin gebeuren? Dan zou ik misschien anders tussen de diensten zitten. Nou, dit was pas punt 1. Ik hoop dat punt 2 en 3 en 4 korter zijn. Anders redden we het helemaal niet. Hey, God houdt van ons. Hij neemt ons. Hij verkiest ons. 2, hij zegent ons. Laat ik iets korter zijn nu. God kiest ons en hij zegent ons. God, Jezus nam een brood. Hij nam het brood en hij zegende het. Zegen in het Latijn is een mooi woord. Is benedicte. Wist je dat? En benedicte betekent simpelweg goed spreken. Dicteren, ken je dat woord? Dicté, we kennen het allemaal nog wel van school. Benedicte betekent goed spreken. God zegent ons, betekent dat hij goede dingen over ons spreekt. Dat hij zijn goedheid over ons uitspreekt. En weet je, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind de Nederlandse cultuur, ik moet soms, nu ga ik toch iets negatiefs zeggen en dan bevestig ik dat ik ook inderdaad de Nederlandse cultuur aanhangig ben. Want ik vind ons zo vaak negatief. Weet je, als het goed gaat, dan zeggen we niks. Als het slecht gaat, dan noemen we het. Klopt het niet? Dat is een beetje Nederlandse cultuur. We zijn zo snel in onze kritiek. We vinden de preek te lang. We vonden de muziek te hard. We vinden dit van zus, dat van zo. En, weet je, en we zijn zo snel in ons oordeel. Zo snel om te laten merken dat het eigenlijk dat er iets negatiefs in ons hart zit. Maar God spreekt woorden van goedheid over ons. Waarom kunnen wij hier niet met elkaar gaan bouwen aan een cultuur waarin we goed over elkaar spreken? Weet je, als ik roddel. En ik roddel. En jij ook. Denk ik. De meeste dan. Misschien. Maar in ieder geval, ik doe het wel eens. Weet je wat ik dan vaak ervaar dat de Heilige Geest zegt? Kees, waarom gedraag je je alsof je niet geliefd bent? Waarom gedraag je je alsof ik niet van je hou? Want weet je, ergens komt mijn roddel vooral voort uit jaloezie. Ik lees Twitter, ik lees Facebook en ik zie dat anderen meer succes hebben. Of ik zie dat zij aandacht krijgen die ik niet krijg. Ik zie allerlei dingen om me heen gebeuren. Dat een ander in het licht wordt gesteld. Dat een ander even wordt gedragen. Vind ik lastig dan. Heb je dat ook? Die oudste zoon van de verloren zoon. Die twee zoons. En de een komt thuis en die wordt geëerd. En die hebt de hele pest ervan gemaakt. Die hebt alles uit zijn klauwen laten vallen. En dan krijgt hij een feestje. En ik dan. En vanuit die hart. Vanuit de twijfel of we wel geliefd zijn. Beginnen we slecht te spreken over anderen. Maar ik denk dat we geroepen zijn om goed te spreken over elkaar. Ik zou het zo fantastisch vinden als Mozaïek leert. Goed te spreken over andere kerken. Dat we goed spreken over andere gelovigen. Dat we goed spreken over hen die het niet met ons eens zijn. Dat we goed spreken, dat we zegenende woorden spreken over mensen die het met ons oneens zijn. Mensen die kritisch zijn op ons. Mensen die ons afwijzen.
Jezus zegt, zegent wie u vervloekt en doe wel aan degene die u haat. Oh, wat zou het gaaf zijn dat we zo geliefd zijn, dat we leren vanuit die liefde te zegenen, ook al word je vervloekt. Om te zegenen, ook al ontvang je kritiek. Omdat je weet, mijn waarde ligt niet in wat jij nu over mij uitspreekt, mijn waarde ligt in hem. En daarom kan ik altijd jou zegenen. Ik heb genoeg liefde om zelfs deze kritiek aan te kunnen. Zelfs daar iets van te leren. Hey, dank je. Hey, zouden we zo kunnen groeien? Zouden we zo kunnen groeien dat we elkaar gaan zegenen? Zij die anders zijn, anders denken, anders geloven dan wij. En zeg, hey, ik ken een liefde die mij zo gekozen heeft. Ik zegen jou. Ik doe wat God in mijn leven heeft gedaan. Hij spreekt zijn goedheid over jou uit. Weet je wat Romeinen 8 zegt? Het is Pinksteren vandaag. Romeinen 8 zegt, de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De woorden die God over ons leven spreekt, met andere woorden, die gaan zo diep. Die gaan tot in onze geest, in het diepst van ons DNA, fluistert God. Je bent mijn geliefde. Jij bent mijn geliefde. Jij bent mijn geliefde. Ik hou van je. En door de Heilige Geest zeggen wij dan terug, Abba, Papa, Vader, ik hou van u. Dat is de zegen die God ons geeft. Dat is 2, 3. En dan breekt Jezus het brood. Hij breekt het. En ik zei, jongens, wij worden ook gebroken. Wij heten Mozaïek. We zijn een kunstwerk van gebrokenheid. En we hebben met elkaar afgesproken als kerk. Wij belijden aan elkaar dat we allemaal gebroken zijn. En dat er niemand boven de ander staat of onder de ander staat. Dat het level ground is. Gelijke grond. Alle hebben gezondigd, maar alle ontvangen genade. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, wat je verhaal ook is. Kom maar zoals je bent. We zijn allemaal gebroken. Maar God houdt van ons. En dan mag je komen zoals je bent. En weet je wat belangrijk is als het gaat om onze gebrokenheid? Jongens, we dragen het allemaal met ons mee. We dragen allemaal woorden met ons mee die ons gekwetst hebben. Of ouders die niet volmaakt van ons hielden. En we dragen allemaal wonden mee in ons leven. Omdat mensen ons verwond hebben of verlaten hebben. We dragen allemaal de wonden mee. Omdat wij anderen hebben afgewezen. En toen ontdekten we wat een eikel wij konden zijn. Ik, ja ook ik, weet je zo. Oh Heer, ergens zijn we allemaal gebroken door zonde. Maar weet je wat bevrijdend is? Dat je dat gewoon mag zeggen. Belijden bevrijdt. Verzwijgen verzwakt. En, oh, en heel veel kerken, en daar heb ik zo ook al meegedaan, veel gelovigen bij elkaar. We doen vaak als het allemaal oké is. We verzwijgen onze zwakte en we worden zwakker. Maar belijden bevrijdt. Het eerste wat we moeten doen, jongens, is zeggen, ik heb een heiland nodig. Ik heb een redder nodig. Dat is het eerste wat we doen. En het tweede wat ik denk moeten doen als het gaat om onze gebrokenheid, we mogen onze gebrokenheid onder de zegen plaatsen. Wat ik net zei, benedicte. Weet je, God spreekt woorden van ons, van bevrijding. Hij spreekt woorden over ons van goedheid en genade. En weet je, ik ben niet minder gebroken dan mijn ongelovige buurman. Ik heb het niet meer voor elkaar. Weet je, we zijn allemaal gelijk. Maar sommigen leven onder de vloek dat ze er niet mogen zijn. Maar hier hebben we ontdekt, in het lichaam van Jezus Christus, dat je met je gebrokenheid onder de zegen mag komen. Dat met je gebrokenheid onder de zegen mag komen. De woorden die God over je spreekt. Dat is onze gebrokenheid. En tot slot, we worden gegeven. God nam, Jezus nam, hij zegende, hij brak en hij deelde uit. En ik zei, dat is het Pinksterfeest. Als de discipelen bij elkaar zijn, in afwachting van de Heilige Geest, dan komt de Heilige Geest als een vervulling van de profetie in Joël 2, een Oud Testament, waar Joël had al geprofeteerd. Op die dag, als de Heilige Geest komt, oh, dan valt hij op mannen en vrouwen. En op jongens en meisjes. En op Joden en op niet-Joden. Dan kiest God voor ons, ongeacht rassen, ongeacht kleur. Weet je dat de hele Pinksterbeweging is ontstaan in Los Angeles, in L.A. In het begin van de 20e eeuw, 1904. Dat de Pinksterbeweging, misschien weet je wat het is, misschien niet, maar dat is de kerkelijke beweging die gelooft dat de gaven van de Heilige Geest nog steeds van u zijn. Spreken in tongen, een profetie, een bidden voor genezing en kracht en wonderen. En heel lang heeft de kerk dat niet geloofd. Weet je waar dat geloof weer terugkwam? Bij ene predikant William Seymour, een donkere man.
Een donkere man, een African American, die niet in de klas mocht zitten. Theologie studeerde hij. Hij mocht niet in de klas zitten, omdat hij donker was. En hij moest een tafeltje bij de deur zetten, buiten. En zo mocht hij naar de professor luisteren. Want donkere mannen horen niet in een klaslokaal. En terwijl William Seymour buiten zat en hij hoorde van God, werd zijn hart verlangend naar meer van God. En hij begon African Americans samen te brengen. Donkere mensen die niet erbij hoorden, die outcast waren, die om hun huidskleur werden gediscrimineerd. Maar zij kwamen samen in een bovenkamer, net als 2000 jaar geleden. Een paar discipelen, een paar vissers, een paar vrouwen die er niet bij horen. Uitschot, mensen die werden uitgekot. Maar zij waren daar, die African Americans in Azusa Street, 1904 in Amerika. En zij baden, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. En op een avond viel de Heilige Geest. En mensen begonnen in tongen te spreken en te profeteren. En ze ontdekten dat de gave van de Heilige Geest geen cadeautje is voor vroeger of voor straks, maar voor hier en nu. En zo werd er iets geboren in de geschiedenis van de kerk. Come on. En weet je, daar is iets geboren. En vandaag aan de dag is de kerk een groeiende beweging wereldwijd. Als je denkt, oh, de kerk staat onder druk. En ja, ik weet, in Nederland staat hier onder druk. En de kerk wordt hier kleiner. Maar de kerk groeit internationaal. De kerk groeit in China. De kerk groeit in Afrika. De kerk groeit in Zuid-Amerika. De kerk groeit wereldwijd. En dit is wat ik geloof met heel mijn hart. De kerk zal ook weer groeien in Nederland. Want het is Gods plan voor deze wereld. Dat is hoop voor deze wereld. Wat er ook gebeurt. En hij geeft zijn geest. De geest ondersteunt en draagt de gemeente van Jezus Christus. En daarom vieren wij vandaag avondmaal op Pinksteren. Omdat wij geloven, als Mozaïek, wij zijn het brood voor deze wereld. God heeft mij zo gezegend, zo lief gehad. God heeft mij zo vol gestopt en zo naar mij verlangd. Zo volgens op mijn liefde en genade en vergeving. Zo onvoorwaardelijk mij omarmd. Dat ik niet anders kan dan jou en jou onvoorwaardelijk omarmen. En zeg, ik hou van je broer, ik hou van je zus, wie je ook bent, wat je geaard ook is, hoe je er ook uitziet, wat je kleur ook is, wat je verhaal ook is. Ik omarm jou in Jezus. En samen zijn wij lichaam van Jezus Christus. En we zeggen tegen God, Heer, die van ons houdt, breek ons maar als brood voor de wereld. We zijn hoop. We zijn hoop voor de wereld. Heer, we zijn uw brood. Dit is de smaak van redding. Het lichaam van Christus wordt opnieuw genomen. Wordt opnieuw gezegend vandaag. Wordt opnieuw gebroken en opnieuw uitgedeeld. Laten we staan met elkaar en een prachtig lied zingen. Het zegt, who the Son sets free is free indeed. Wie door de Zoon wordt bevrijd, is waarlijk vrij. En er zit die prachtige zin in. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Ik ben wie u zegt dat ik ben. Rafaela en het team leidt ons daarin en ik stel voor dat we het uit volle borst zingen en daarna gaan we met elkaar avondmaal vieren.